Goedemorgen, of goedemiddag, of goedenavond. Welkom bij een extra vlog van ateliertypischtineke.nl. Hallo. Nou, ik ben er even onverwachts weer. Ik had net mijn project afgerond met mijn 100 schilderijen en sieraden. Ik dacht een leuke pauze in te gaan lassen, maar nu zitten we in zo'n rare situatie weer, dat ik dacht, ik ga toch weer eventjes terugkomen bij jullie. Want ik heb voor de landelijke actie van vandaag, het is vandaag 7 maart 2022. En vanavond is er op de televisie een landelijke actie van Giro 555 ten behoeve van de Oekraïne. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Dus vandaar dat ik even hier bij jullie ben weer. Want ik ga even mijn social media inzetten om ook mijn steentje bij te dragen aan deze crisis. Wat ga ik doen? Ik ga dit mooie schilderij achter mij veilen voor het goede doel. Dit schilderij staat voor mij symbool voor vrijheid. Het heeft de titel Vrijheid. En wat kunnen we in deze tijd beter gebruiken? Wat voelt er bij iedereen? Wat gaat er bij iedereen rond? Iedereen wil, waar je ook woont in de wereld, in vrijheid en in vrede leven. Nou, dat is waar dit schilderij voor mij voor staat. Ik heb een paar jaar geleden al gemaakt. Vaste kijkers herkennen hem zeker, want ik gebruik hem in mijn logo zelfs. Dus de meeste mensen al wel bekend in de kleuren van de Oekraïne. En nou ja, dit past op dit moment zo heel erg bij het gevoel wat er nu speelt. Dat ik dacht, dit schilderij, deze gaat naar het goede doel. Hoe kun je mij helpen? Je kunt mij helpen in ieder geval door het berichtje te delen. Of via de social media. Of via de telefoon, via de mail. Je kunt mij bereiken op www.ateliertypischtineke.nl. Daar vind je mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer. Daar staan ook een heel rijtje buttons naar mijn social media. Dus je kunt mij mailen, je kunt mij bellen. Maar je kunt mij ook een persoonlijk berichtje sturen via Facebook, Instagram of Pinterest. Dat is ook mogelijk. En dan kun je meebieden. Het startbedrag is €250. Maar daar moeten we natuurlijk boven gaan zitten, hè, mensen. Dus zorg ervoor dat het een mooi bedrag gaat worden. Ken je mensen met een kantoor, een bedrijf, een ziekenhuismedewerkers? Of deel het, want je kunt natuurlijk ook met een groep zo'n schilderij kopen. Dat is misschien ook heel leuk. En dan blijft het voor altijd bij je, dit gevoel geven, vrijheid en vrede. Aanstaande vrijdag, dan is het 11 maart, dan sluit ik deze actie om 12 uur. En daarna ga ik dus al mijn social media en berichtjes en mailtjes en telefoontjes uitzoeken wie het hoogste bedrag heeft geboden. Tussendoor zal ik op mijn social media jullie een beetje op de hoogte houden, dus volg me daar even op. En dan hoop ik dat hier een prachtig bedrag uitkomt voor het goede doel. Dus mensen, dat was even in het kort mijn oproep. Ik hoop jullie weer te zien op mijn YouTube-kanaal met een vlog met een andere reden en dat we dan in een betere situatie zitten. Dus lieve mensen, leef in vrijheid en vrede. En ik hoop jullie dan weer te zien. En lieve groeten van Tineke. Tot de volgende keer. Dag!